Vandaag gaan we het hebben over de inmenging van Amerika in de Eerste Wereldoorlog en de Vrede van Versailles. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan verklaren waarom de Amerikanen zich in de oorlog mengden. Je kan beschrijven hoe de Eerste Wereldoorlog eindigde. Je kan uitleggen waarom de Vrede van Versailles een vernedering voor de Duitsers was. En je kan uitleggen of Duitsland jouw idee schuldig was aan de Eerste Wereldoorlog. De periodisering is van 1914 tot 1919. We zitten in de moderne tijd, de tijd van wereldoorlogen, die duurde van 1900 tot 1950. De totale oorlog. We hebben gezien dat de landen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Ottomaanse Rijk aan de ene kant en Frankrijk, Engeland aan de andere kant met elkaar in oorlog kwamen. Nou, die Duitsers die wilden heel graag ook een sterke zeevloot hebben, waarmee ze de Engelsen ook aankonden. Die Engelsen die waren door het grote wereldrijk wat ze hadden heer en meester op zee, maar en daardoor konden de Duitsers ze niet goed aan. De Duitsers werden dus eigenlijk continu verslagen bij alle zeeslagen die ze met Engeland voerden. Op 7 mei 1915 zien we dat Duitsland de Lusitania, een passagiersschip, torpedeert. Dat doen ze omdat ze eigenlijk willen voorkomen dat de Amerikanen voorraden brengen naar de Engelsen, zodat de Engelsen langer de oorlog zouden kunnen voeren. Maar een klein probleem alleen was dat de Lusitania vooral een passagiersschip was. En er waren ook heel veel Britse en Amerikaanse burgerslachtoffers aan boord. Nou, de Duitsers hadden ook zoiets van, ja weet je, we willen vooral die voorraden tegenhouden. Ze vinden het natuurlijk wel jammer, maar ze hebben niet zo van, hé, hier moeten we iets mee doen. Nou, dat zien we dus hier eigenlijk. En hier zie je dat eigenlijk best wel groot nieuws in de New York Times, een van de grootste kranten in Amerika. Zie je dat de Lusitania dat die gezonken wordt. En dat er dus bijna, 1260 mensen zijn overleden. Dat is voor de Ierse kust gebeurd. En dat dus ja, de Verenigde Staten denken dat er iets moet gaan gebeuren. Dus die torpedering van de Lusitania, dat is best wel een groot iets eigenlijk. Maar wat is het punt alleen? Amerika moest niet met de oorlog, maar de Duitsers ondertussen wel door met die duikbotenoorlog. Die Duitsers hadden namelijk vooral duikboten onderzeeërs. En zij gingen op een gegeven moment iets invoeren wat ze noemden de onbeperkte duikbotenoorlog. Ondanks dat Amerika niks deed, hadden ze wel zoiets van ja, die Amerikanen steunen nog steeds wel die Engelsen en die Fransen met voorraden. Dat willen we graag voorkomen. Dus ze zijn eigenlijk continu bezig met het torpederen van transportschepen naar Engeland en Frankrijk toe. Maakt niet uit waar ze vandaan kwamen, welke vlag ze hadden, ze zouden neer worden gehaald en naar de gezonken. En dan zie je ook heel veel net zo'n post die je rechts bijvoorbeeld ziet, dat de Vierde Keizer, de Duitse keizer en de U-boot, dat zijn die Duitse onderzeeërs. En dan gaat het dus om dat dus, die onderzeeërs neergehaald moeten worden. Ook propaganda posters om de mensen op te zwepen, zodat ze mee gaan helpen aan die oorlog. Nou, die Amerikanen die blijven continu niet betrokken bij de oorlog, gaan ze nog meer scheve verliezen. Dat komt omdat zij een politiek voeren, wat ze noemen isolationisme, isolated. Los van de rest van de wereld, zij proberen zich echt te focussen op zichzelf. En ze steunen dan wel de Engelsen en de Fransen, maar dat is eigenlijk maar heel mondjesmaat, heel erg weinig. De Amerikanen die blijven eigenlijk niet betrokken bij de oorlog. Je weet, het is een Europese oorlog, niet ons probleem. Nou, dat verandert eigenlijk met wat we zien, het Zimmerman-telegram. En dat is wat we hier zien. Het Zimmerman-telegram is eigenlijk een telegram wat gestuurd zou worden naar Mexico. Dat is onderschept door Britse geheime diensten. En dat wordt eigenlijk doorgespeeld door de Amerikanen. Nou, wat lezen we in dat telegram? Daar zien we dus dat Duitsers van plan waren om bij de duikbotenoorlog te beginnen. Nou, daar zijn ze dus mee begonnen. En dat ze gaan proberen om de Verenigde Staten van Amerika neutraal te houden. Nou, dat lukt ook redelijk goed voor de Duitsers dus. Mocht dat niet lukken, zeggen de Duitsers, dan zullen ze Mexico een bondgenootschap voorstellen. Waarbij ze gemeenschappelijk oorlog voeren tegen de Amerikanen en ook gemeenschappelijk vrede sluiten. Daarnaast zullen de Duitsers dus financiële steun geven en dat Mexico ook verloren gebieden van de Verenigde Staten mag veroveren. Nou, natuurlijk kan je je voorstellen, Mexico, de zuiderbuur van de Verenigde Staten, de Verenigde Staten zien dit en die denken bij zichzelf, ja ho, wacht eens even, een Europese oorlog en nu gaan die Duitsers proberen om ons, onze zuiderburen lastig te vallen, zodat wij ook in die oorlog meegetrokken worden. Dat willen ze heel graag voorkomen. En nu zie je eigenlijk, die Zimmerman-telegram, zie je eigenlijk constant die Amerikanen toch zeggen van ja, we willen niet met die oorlog bemoeien, maar we moeten wel om ervoor te zorgen dat die Duitsers in toom worden gehouden. Nou, die Amerikanen gaan ze dan dus inmengen. En wat we eerder gezien hebben, is dat in maart 1918 dat er vrede komt in het oosten. Die Russen die trekken zich terug en die zijn dus eigenlijk niet meer bezig met die oorlog in het westen, met de Eerste Wereldoorlog. En ze gaat op zichzelf focussen. Lenin gaat het communisme invoeren en die Duitsers laten ze verder gewoon met rust. Nou, wat zien we dan gebeuren? Dat die Duitsers eigenlijk gaan proberen om in 1918, de zomer,
nog een laatste offensief te organiseren. Dus alle troepen die in het Rusland waren, die tegen Rusland aan het vechten waren, konden allemaal teruggetrokken worden, want daar is nu vrede. En die werden dus naar het westen gedaan, om die loopgraaf te doorbreken en ervoor zodat ze Frankrijk kunnen proberen neer te halen. Dat is redelijk succesvol. Tot 50 kilometer voor Parijs worden die Duitsers eigenlijk pas gestopt. Dat is het meeste gebied wat ze gewonnen hebben in jaren. Denk weer even terug. Al die jaren daarvoor waren ze continu bezig met die loopgravenoorlog. Maar de Duitsers konden niet meer verder. Ze werden 50 kilometer voor Parijs, net voor de prijs van Frankrijk neer te halen, werden ze eigenlijk gestopt. En hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft vooral te maken met die Amerikanen. De Amerikanen hebben na het Silliman-telegram hebben zij de oorlog verklaard aan de Duitsers. Hier noem ik dit soort posters, die zie je wel eerder gezien. En die Amerikanen die gaan eigenlijk nog meer voorraden en vooral ook manschappen sturen naar Europa. En dat duurt natuurlijk even om op gang te komen. Dat is niet hadsflats in één keer gedaan. Maar iedere dag komen er zoveel nieuwe Amerikaanse soldaten bij dat de geallieerden, dus Frankrijk en Engeland, niet meer kunnen verliezen eigenlijk. Die Duitsers die worden eigenlijk van alle kanten gaan ze toch weer worden ze verloren. Parijs hebben ze niet weten te halen, maar ook worden ze via zee geblokkeerd. Ze kunnen dus geen goederen meer aanvoeren. Die Engelsen blokkeren eigenlijk alle Duitse havens. En we zien ook in Duitsland steeds meer oplopende tekorten, geen problemen met voedsel, maar ook slechte bevoorrading van het leger. Nou, wat krijg je dan in oktober? Eigenlijk 2 maanden na het laatste offensief, of 3 maanden na het laatste offensief in Parijs, in Frankrijk. Zien we dat er in de Duitse havenstad Kiel ook een muiterij begint te ontstaan. En dat is eigenlijk de eerste van vele opstanden en muiterijen. Dat mensen in opstand komen vanuit het leger. En eigenlijk de mensen die in de marine zitten, die zeggen eigenlijk van nou weet je, wij willen niet meer meevechten, wij zijn er eigenlijk wel klaar mee. Nou, die Duitse generaal sluit zich al vrij snel bij aan en die zeggen eigenlijk ja, er moet een wapenstilstand komen en die keizer, die Duitse keizer Wilhelm II, die moet eigenlijk ook aftreden. Daar hebben we niet zoveel meer aan. Die was continu eigenlijk. Hij is een beetje het toonbeeld geworden van de kwaadaardige Duitser. Die moet aftreden. En dan kunnen we hopelijk nog iets uit de oorlog terecht halen. Dat we niet zo zwaar gestraft worden. Want we gaan het zo niet winnen. Nou, op 11 november om 11 over 11 1918 wordt er dan een wapenstilstand getekend tussen de geallieerden en die nieuwe Duitse regering. Wilhelm II die treedt af. Die vlucht naar Nederland om daar in Limburg zijn laatste dagen eigenlijk door te brengen. En er komt een wapenstilstand tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Engeland en Amerika. En wat moet je heel goed bij onthouden? Dat Duitse leger dat is eigenlijk nooit echt verslagen geweest. Het zijn wel verslagen, maar er zijn nooit geallieerde troepen op Duitse bodem geweest. En dat is een hele belangrijke reden die duidelijk ook mee gaat spelen in de Tweede Wereldoorlog. Als we gaan hebben over de opkomst van Hitler. Want die gebruikt dit als voorbeeld om te laten zien, kijk, wij zijn nooit verslagen geweest. Het sterke Duitsland heeft altijd nog door kunnen vechten. Nou, die hebben we in januari 1919, enkele maanden na de wapenstilstand, begint dan de vredesonderhandelingen in Versailles. En dan krijgen we wat we noemen de Vrede van Versailles. Nou, en dat verdrag van Versailles, de Vrede van Versailles, dat betekent eigenlijk het volgende. Duitsland krijgt eigenlijk als hoofdoorzaak, hoofdschuldigheid, hij zei eigenlijk de schuld van alles. Zij moeten herstelbetalingen gaan doen, dus dat wil zeggen dat ze geld moeten betalen aan vooral België en Frankrijk, voor alle gebieden die daar vernietigd zijn. En die moeten ook zijn best wel hoog die bedragen. Ze hebben het een keer uitgerekend dat op het moment dat Duitsland dat gedaan had en er geen Tweede Wereldoorlog was geweest en die herstelbetalingen door waren gegaan, was Duitsland pas waarschijnlijk in 2011 of 2012 van die herstelbetalingen afgeweest. Zo groot gebied was dat, zo groot bedrag was dat. Tegelijkertijd zie je ook dat Duitsland gebieden moet verliezen. En dat is natuurlijk extra pijnlijk voor die Duitsers, want dat is iets van, ja weet je, we hebben eigenlijk niet echt verloren, we zijn bezweken, maar er zijn nooit mensen of geallieerde troepen op ons grondgebied geweest. Dus waarom moeten wij gebied afstaan? En nog meer vernederend, ook van het kader van het landleger of van het militarisme weer, is dat Duitsland eigenlijk alleen een klein landleger mocht hebben. Ze mochten geen luchtmacht meer hebben, ze mochten geen marine meer hebben, alleen een klein landleger om hun land zelf te verdedigen. Nou ja, goed, je kunt natuurlijk eigenlijk afvragen, heeft Duitsland hier nu eigenlijk aan de schuld? Want zij worden als enige schuldig aangewezen. Zij moeten ook alle dingen doen en ook alle herstelbetalingen doen. Oostenrijk-Hongarije, dat valt uit elkaar, maar dat blijft toch wel redelijk vrij van alle schuld en dat soort zaken. En de Duitsers, ja, die worden eigenlijk alle kanten gestraft voor iets waar toch ja, meer oorzaken een rol in spelen.